Nou ja, de Club van 200, je zegt het al, het is een bijzondere groep met mensen. Het zijn allemaal ZZP'ers, voor 85% uit Volendam. En ja, hoe is dit tot stand gekomen? Het begon eigenlijk anderhalf jaar terug al. We hebben hier twee wc's en twee urinoirs. En die waren nog vanaf 1992, van de opening van de tribune. En die waren allemaal stuk. En ja, de drek en de ellende liep tijdens een wedstrijd over de grond. Dus ja, dat moest vernieuwd worden. Dus toen heb ik een plan gemaakt om de club uit te breiden en elke centimeter te pakken die ik pakken kon zonder constructieve veranderingen of wijzigingen. Ik ben ermee aan de slag gegaan en ik heb bedrijven benaderd door heel Nederland, België en Duitsland om sponsoring te doen en de club te ondersteunen in de vorm van materiaallevering en uren. Dus een werkzaamheden verrichten ter sponsoring. We zijn hier aan de slag gegaan met 86 vrijwilligers hebben hier gewerkt vanaf 7 november. En 72 bedrijven zijn actief geweest hier. Maar vooral door levering van materiaal. Als je bijvoorbeeld pakt die steenstrips op de muur bijvoorbeeld. Die zijn geleverd in samenwerking met de steencentrale in Utrecht en met een bedrijf in België. Die hebben die gratis geleverd. De leddoeken, dat is heel, heel bijzonder. Daar had ik eerst een raam in getekend, maar dat mocht niet van de constructeur. Die komen uit Apeldoorn en uit Duitsland. De stoelen zijn gestoffeerd in Beuzeghem, achter Culemborg. De tegels komen van Raco uit Tsjechië. De vloer is geleverd door een bedrijf uit in de buurt van Geinmuiden, samen met een Volendams bedrijf. En dan de lampen. Ook een enorme eyecatcher zijn gesponsord door een bedrijf uit Noordwijk. Dus ja, enorm veel sponsoring. En je mag van mij gerust weten, het bedrag wat het totale kostenplaatje van deze verbouwing en de twee trappenhuizen, vloerbedekking in de trappenhuizen komt uit België, is meer dan 200.000 euro geweest. En dat heeft de club geen kwartje gekost. Dus ik ben al die mensen die actief geweest zijn tijdens de verbouwing of voor de verbouwing in de levering van materiaal, ben ik ongelooflijk dankbaar. En ja, we gaan nu naar de 180 leden op het eind van het seizoen hadden we die. En de droom is 200. Ja, haal je er 48 bij, dan moet je toch gauw denken aan rond de 50.000 euro. Wat de club dan weer gaat extra aan inkomsten kan derven door middel van lidmaatschap, tribunestoel en consumptie. Nou, ik wil de supporters aangeven, jongens, de club heeft het moeilijk. Dan bedoel ik mee dat we niet dat kunnen doen wat we graag willen. Je mag niet bij de wedstrijden. We zijn wel vaak op tv geweest. Maar steun de club ook in moeilijke tijden. En ik hoop dat jullie volgend seizoen allemaal weer op de tribune zitten. En de club steunen. Door in ieder geval de seizoenkaart weer af te nemen. Of je lidmaatschap van de Club 200 of de businessclub te nemen. Want wij willen graag vooruit met de club. En de jonge supporter, we weten niet hoe mooi of het is als je volgend jaar of dat jaar erop een Ajax en Feyenoord, een PSV of een AZ op bezoek kan krijgen. Want dat is echt het ultieme in de voetbal. We streven allemaal het hoogste doel naar. En dat doen wij ook. Dus jongens, denk om de club.